Jezus, de wens der eeuwen, hoofdstuk 7, zijn kinderjaren. De kinderjaren en jeugd van Jezus werden doorgebracht in een dorpje in de bergen. Op aarde was geen plaats die niet door zijn aanwezigheid zou zijn geëerd. De paleizen van koningen zouden bevoorrecht zijn geweest als hij daar als gast was gekomen. Maar hij ging aan de woningen der rijken voorbij, passeerde de koninklijke hoven en de vermaarde plaatsen van wetenschap om te gaan wonen in het onbekende en verachte Nazareth. Het korte verslag van zijn eerste levensjaren is wonderlijk in zijn veelzeggendheid. Het kind groeide op en werd krachtig. En het werd vervuld met wijsheid. En de genade Gods was op hem. In het licht van het aangezicht van zijn vader nam Jezus toe in wijsheid en grootte en genade bij God en mensen. Zijn geest was werkzaam en scherpzinnig, met een bedachtzaamheid en wijsheid die zijn jaren ver vooruit was. Toch bezat zijn karakter een prachtige evenwichtigheid. De krachten van geest en lichaam ontwikkelden zich geleidelijk in overeenstemming met zijn leeftijd. Als kind openbaarde Jezus een bijzonder vriendelijke aard. Zijn gewillige handen stonden altijd klaar om anderen te helpen. Hij legde een geduld aan de dag dat onverstoorbaar was en een waarheidsliefde die hij nergens aan opofferde. Zijn leven openbaarde de genade van onzelfzuchtige voorkomendheid, terwijl zijn beginselen standvastig waren als een rots. Met diepe ernst sloeg Jezus' moeder de ontwikkeling van zijn krachten gade. Zij zag het stempel van volmaaktheid op zijn karakter. Vol vreugde trachtte zij die heldere ontvankelijke geesten aan te moedigen. Door de Heilige Geest kreeg zij wijsheid om samen te werken met God bij de ontwikkeling van dit kind, dat alleen God als vader kon aanwijzen. Van de vroegste tijden af hadden de getrouwe Israëlieten veel zorg besteed aan de opvoeding van de jeugd. De Heere had geboden dat reeds van de wieg af de kinderen moesten worden onderwezen in zijn goedheid en grootheid. Vooral zoals deze tot uiting kwam in zijn wet en geopenbaard werd in de geschiedenis van Israël. Liederen, gebeden en lessen uit de schriften werden aangepast aan de zich ontplooiende geest. Vaders en moeders moesten hun kinderen onderrichten dat Gods wet een uitdrukking is van zijn karakter en dat Gods beeld wordt gegraveerd in verstand en geest, wanneer de beginselen van die wet in het hart worden opgenomen. Veel van de lessen werden mondeling gegeven, maar de jeugd leerde tevens de Hebreeuwse geschriften lezen. En de perkamenten rollen van de Oud-testamentische geschriften lagen open voor hun studie. In de dagen van Christus ging men ervan uit dat de stad die geen voorzieningen trof voor het godsdienstig onderricht van de jongeren rustte onder de vloek van God. Het onderwijs was echter vormelijk geworden. De overlevering had in grote mate de schrift verdrongen. Ware opvoeding zou de jongeren ertoe brengen God te zoeken of zij hem al tastend vinden mochten. Maar de Joodse leraars schonken meer aandacht aan ceremoniële zaken. De geest werd gevuld met dingen die voor de leerling geen waarde hadden en die in de school van de hemel niet zouden worden erkend. De ervaring, verkregen door een persoonlijk aanvaarden van Gods woord, had geen plaats in het opvoedkundig stelsel. De leerling, die in beslag genomen werd door de routine van uiterlijke dingen, vond geen tijd om alleen met God door te brengen. Hij hoorde Gods stem niet tot zijn hart spreken. In het zoeken naar kennis wenden ze zich af van de bron van wijsheid. De voornaamste dingen in het dienen van God werden nagelaten. De beginselen van de wet werden verdoezeld. Wat als de beste opvoeding werd beschouwd, vormde de grootste belemmering voor werkelijke ontwikkeling. Onder leiding van de rabbies werden capaciteiten van de jongeren onderdrukt. Hun geest werd bekrompen en kortzichtig. Het kind Jezus kreeg geen onderricht in de scholen van de synagoge. Zijn moeder was zijn eerste menselijke lerares. Van haar lippen en uit de boekrollen van de profeten leerde hij de hemelse dingen kennen. De woorden die hij voor Israël tot Mozes had gesproken, leerde hij nu aan de schoot van zijn moeder.
Toen hij opgroeide van kind tot jonge man, bezocht hij niet de scholen van de rabbies. De opvoeding uit dergelijke bronnen had hij niet nodig, want God onderwees hem. De vraag die tijdens het eerste optreden van de heiland werd gesteld, hoe is deze zo geleerd zonder onderricht te hebben ontvangen, houdt niet in dat Jezus niet kon lezen, maar wijst op het feit dat hij geen les van de rabbies had gehad. Omdat hij kennis vergaarde op dezelfde wijze als wij kunnen doen, toonde zijn grote kennis van de schriften hoe ijverig hij in zijn jeugd Gods woord heeft bestudeerd. Voor hem uitgespreid lag de grote bibliotheek van Gods schepping. Hij, die alles had geschapen, bestudeerde de lessen die zijn eigen hand op de aarde, de zee en aan de hemel had geschreven. Hij verzamelde schatten van kennis uit de natuur, los van de onheilige methode van de wereld. Hij bestudeerde het plan. Hij bestudeerde het leven van planten en dieren en het leven van de mens. Van jongs af had hij slechts één doel. Hij leefde om een zegen te zijn voor anderen. Hiertoe vond hij hulpmiddelen in de natuur. Nieuwe ideeën van manieren en wegen kwamen in hem op, terwijl hij planten en dierenleven bestudeerde. Steeds trachtte hij voorbeelden te vinden uit de dingen die hij zag, om de levende woorden Gods naar voren te brengen. De gelijkenissen die hij later tijdens zijn optreden graag vertelde, om zijn lessen te verduidelijken, laten zien hoe zijn geest open stond voor de invloed van de natuur en hoe hij geestelijke lessen had bijeengebracht uit zijn dagelijkse omgeving. Zo werd aan Jezus de betekenis van Gods woorden en werken ontvouwd, terwijl hij probeerde het waarom van de dingen te doorgronden. Engelen waren bij hem. Het vormen van heilige gedachten en gesprekken kweekte hij aan. Van de tijd af dat hij kon denken, groeide hij gedurig in genade en kennis der waarheid. Ieder kind kan leren zoals Jezus. Als wij proberen onze hemelse Vader door zijn woord te leren kennen, zullen engelen bij ons komen. Ons verstand zal worden gesterkt en ons karakter zal worden veredeld en verfijnd. Wij zullen meer op onze heiland gaan lijken. Als we de schoonheid en de grootheid in de natuur aanschouwen, zal onze liefde uitgaan naar God. Terwijl de geest diep onder de indruk is, wordt de ziel versterkt, omdat ze in contact komt met de oneindige door zijn werken. Gemeenschap met God door het gebed ontwikkelt de verstandelijke en zedelijke krachten en onze geest wordt sterker als wij er een gewoonte van maken om na te denken over geestelijke dingen. Jezus' leven was het leven dat met Gods wil in overeenstemming was. Toen hij een kind was, dacht en sprak hij als een kind, maar geen spoor van zonde mismaakte Gods beeld in hem. Toch was hij niet vrij van verzoeking. De inwoners van Nazareth waren spreekwoordelijk bekend om hun slechtheid. De minachting waarmee zij werden beschouwd blijkt uit de woorden van Nathanael. Kan uit Nazareth iets goeds komen? Jezus werd daar geplaatst waar zijn karakter op de proef gesteld kon worden. Hij moest steeds op zijn hoede zijn om zijn reinheid te bewaren. Hij stond bloot aan elke strijd waarmee wij te kampen hebben, om voor ons een voorbeeld te zijn als kind, jonge man en volwassene. Satan was onvermoeibaar in zijn pogingen om het kind in Nazareth te overwinnen. Van zijn eerste levensjaren af was Jezus door engelen van God omringd. En toch was zijn leven een lange strijd tegen de machten der duisternis. Voor de vorst van het kwaad was het een ergernis en een bron van verbijstering dat op aarde iemand een leven kon leiden dat vrij was van de bezoedeling van het kwaad. Hij liet geen middel onbeproefd om Jezus te verstrikken. Geen mens zal ooit geroepen worden een heilig leven te leiden, te midden van zulk een felle strijd met de verleiding als onze heiland. Jezus' ouders waren arm en zij waren afhankelijk van hun dagelijks werk. Jezus was vertrouwd met armoede, zelfverloochening en gebrek. Dit was voor hem een beveiliging. In zijn werkzaam leven waren geen doelloze uren die uitnodigden tot verleiding. Voor verderfelijke omgang was geen tijd. Zoveel mogelijk sloot hij de deur voor de verzoeker. Voordeel of genot? Toejuiching of druk?
Niets kon hem ertoe brengen in te stemmen met een verkeerde daad. Hij had de kennis om het kwaad te onderscheiden en de kracht om er weerstand aan te bieden. Christus is de enige die zondeloos op aarde heeft geleefd. Toch woonde hij bijna 30 jaar onder de slechte inwoners van Nazareth. Dit feit is een aanklacht tegen hen die menen dat het leiden van een smetteloos leven afhankelijk is van plaats, rijkdom en voorspoed. Verzoeking, armoede en tegenspoed vormen de tucht, noodzakelijk om reinheid en sterkte van karakter te ontwikkelen. Jezus woonde in een plattelandsgezin en vervulde getrouw en blijmoedig zijn taak in het dragen van de lasten in het gezin. Hij was bevelhebber in de hemel geweest en engelen hadden met blijdschap zijn bevelen uitgevoerd. Nu was hij een gewillige dienstknecht, een liefdevolle gehoorzame zoon. Hij leerde een handwerk en werkte met zijn handen in de timmerwinkel van Jozef. In de eenvoudige kleding van een arbeider liep hij door de straten van het stadje, als hij naar zijn werk ging of terugkeerde naar huis. Hij gebruikte zijn goddelijke kracht niet om zijn lasten te verlichten of zijn taak te vergemakkelijken. Terwijl Jezus als kind en jongeman werkte, werden lichaam en verstand ontwikkeld. Hij gebruikte zijn lichaamskrachten niet roekeloos, maar op een manier dat hij gezond bleef, zodat hij zijn werk in ieders opzicht zo goed mogelijk zou kunnen doen. Zelfs in het hanteren van zijn gereedschap wilde hij geen half werk verrichten. Als werkman was hij volmaakt, zoals zijn karakter volmaakt was. Door zijn voorbeeld onderwees hij dat wij ijverig moeten zijn en ons werk nauwgezet en grondig moeten doen, en dat zulk werk eerbaar is. Het werk dat leert de handen te gebruiken en dat de jongeren leert hun doel in het dragen van de lasten in het leven te doen, brengt lichamelijke kracht en ontwikkelt elke gave. Iedereen moet iets vinden wat voor hemzelf een zegen en voor anderen een hulp betekent. God heeft bedoeld dat werken een zegen zou zijn. En alleen de vlijtige werker vindt echte betekenis en blijdschap in het leven. Gods goedkeuring rust met liefdevolle zekerheid op kinderen en jongeren die blijmoedig hun aandeel vervullen in de huishoudelijke plichten en die delen in de lasten van de ouders. Zulke kinderen zullen bij het verlaten van het ouderlijk huis bruikbare leden van de maatschappij vormen. Tijdens heel zijn leven op aarde was Jezus een ijverig en toegewijd werker. Hij verwachtte veel, daarom ondernam hij veel. Nadat hij zijn openbaar optreden was begonnen, zei hij: "Wij moeten werken, de werken desgene die mij gezonden heeft, zolang het dag is. Er komt een nacht waarin niemand werken kan." Jezus schrok niet terug voor zijn zorg en verantwoordelijkheid, zoals velen die beweren dat zij hem volgen. Velen zijn zwak en onbruikbaar, omdat ze proberen deze tucht te ontwijken. Het kan zijn dat ze kostbare en aantrekkelijke eigenschappen bezitten, maar ze zijn slap en vrijwel onbruikbaar als er moeilijkheden of hindernissen overwonnen moeten worden. De zekerheid en ijver, de vastheid van karakter die Christus heeft geopenbaard, moeten in ons leven ontwikkeld worden door dezelfde tucht die hij heeft verdragen. De genade die hij heeft ontvangen geldt ook voor ons. Zolang hij op aarde heeft geleefd, heeft onze heiland het lot van de armen gedeeld. Uit ervaring kende hij hun zorgen en moeilijkheden en hij kon alle eenvoudige arbeiders bemoedigen en troosten. Wie een juiste voorstelling hebben van het onderricht van zijn leven, zullen nooit het gevoel hebben dat er onderscheid gemaakt moet worden tussen de verschillende klassen, dat de rijken aanspraak hebben op groter eer dan achtenswaardige armen. Jezus bracht in zijn werk opgewektheid en tact naar voren. Er is veel geduld en geestelijk leven nodig om de godsdienst van de Bijbel uit te dragen in het gezin en in het werk. Om de spanning van de wereldse zaken te dragen en toch het oog gericht te houden op Gods heerlijkheid. In dit opzicht was Christus een hulp. Nooit werd hij zo in beslag genomen door wereldse zaken dat hij geen tijd of aandacht had voor hemelse dingen. Vaak uitte hij de blijdschap in zijn hart door het zingen van psalmen en geestelijke liederen. Vaak hoorden de bewoners van Nazareth hoe hij zong tot eer van God. Hij bleef door het lied met de hemel in contact
en als zijn metgezellen klaagden over vermoeidheid, werden ze bemoedigd door de liederen die hij zong. Zijn lofzangen schenen boze engelen te verjagen en als wierook de plaats met een aangename geur te vervullen. De aandacht van zijn toehoorders werd van hun aardse ballingschap afgewend en gericht op het hemelste huis. Jezus was de bron van helende genade voor de wereld. Tijdens de jaren van afzondering in Nazareth vloeiden stromen van medeleven en tederheid naar anderen. De bejaarden, de bedroefden, zij die met zonde beladen waren, de kinderen bij hun spel, de dieren in het veld, de geduldige lastdieren, allen voelden zich gelukkiger als hij bij hen was. Hij, wiens machtswoord de wereld in standen hield, bukte zich om een gewond vogeltje te helpen. Niets was te gering voor zijn aandacht. Niets vond hij te minderwaardig om te dienen. Naarmate Jezus groeide in wijsheid en verstand, nam hij toe in genade bij God en de mensen. Hij had ieder sympathie, omdat hij toonde dat hij met iedereen kon meeleven. De sfeer van hoop en bemoediging die hem omringde, maakte hem tot een zegen in ieder gezin. Vaak werd hij op het Sabbat in de synagoge geroepen om een gedeelte uit de profeten voor te lezen. En de harten van zijn toehoorders werden geroerd als nieuw licht uit de vertrouwde woorden van de heilige boeken straalde. Toch schuwde Jezus uiterlijk vertoon. Tijdens zijn verblijf in Nazareth maakte hij geen gebruik van zijn wonderlijke krachten. Hij zocht geen vooraanstaande positie en matigde zich geen titels aan. Zijn rustig en eenvoudig leven, zelfs het zwijgen van de schrift over deze vroege jaren, leren een belangrijke les. Hoe rustiger en eenvoudiger het leven van een kind, hoe vrijer van kunstmatige opwinding en hoe meer in overeenstemming met de natuur, des te gunstiger is dit voor de lichamelijke en verstandelijke groei en voor geestelijke kracht. Jezus is ons voorbeeld. Velen staan vol belangstelling stil bij de tijd van zijn openbaar optreden, terwijl ze de lessen van zijn eerste levensjaren ongemerkt voorbij gaan. Maar juist in het gezinsleven is hij het voorbeeld voor ieder kind en iedere jongere. De heiland werd arm om te onderwijzen hoe nauw met God verbonden wij in nederige omstandigheden kunnen wandelen. Hij leefde om zijn vader in het dagelijks leven te behagen, te eren en te verheerlijken. Hij begon zijn werk met eer te bewijzen aan het eenvoudige handwerk van hen die voor hun dagelijks brood werken. Hij deed evenzeer Gods werk aan de werkbank van de timmerman als bij het doen van wonderen voor de scharen. En iedere jongere die het voorbeeld van Christus van trouw en gehoorzaamheid thuis volgt, kan aanspraak maken op de woorden door de Vader gesproken via de Heilige Geest. Zie, mijn knecht die ik ondersteun, mijn uitverkorene, in wie ik een welbehagen heb.